Hey jongens van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe episode van mijn Crysis 3 Road to Commander serie. En ja, ik heb eindelijk een goede naam voor deze serie. Halleluja. En ja jongens, volgens mij is het game registratie ding niet echt gelukt in de vorige aflevering. Ik denk ook steeds waarom ik niks unlock, dat de reden is. Want wel dan leave ik zonder dat het zeg maar opslaat. Dus wat ik gewoon ga doen is, nou ja, je ziet het dan waarschijnlijk wel. Maar goed, we gaan gewoon even kijken wat we aan onze equipment kunnen doen. Hier heb ik dus je oma met wel dit allemaal. We gaan dus even kijken wat we er allemaal aan kunnen doen. Equipment, side drop, salt scope, oké. Nee, gewoon dat erop, ja. En dan hier suppress, dat kan ik bij level 3 moet ik 14 kills maken dus. En dat heb ik niet opgeslagen in de vorige episode. Even kijken, force skip kan ik later pas allemaal doen. Oké, even kijken. Finish customization. Nou, dan gaan we back. Dan gaan we even een potje joinen. Eens even kijken, gaan we proberen of we wat kills kunnen maken vandaag. Frenzy, wat de fuck is dat voor game mode? Ga ik niet doen, ik wil gewoon lekker team deathmatch. Ja, ja, team deathmatch. Eindelijk, oh mijn god, skyline. Dat was ik zo'n waardeloze map. Skyline mode. Eens even kijken. Goed. Bijna gepromoveerd. Dat is wel fijn. Even kijken. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Select. Oh mijn god, ik ben weer gashi. Ik ben weer gashi, hoor. Volgens mij is dat standaard bij Team Deathmatch. Yes. Dat is nice. Dood. Hier dood. Lek. Lek. Help. Ik heb last van Zilek. Zilekke roeskies. Dat is niet fun. Verre van zelfs. Haha. Lolcats. Fijn wapen. Ik ga gewoon even proberen om grote kills te maken vandaag. Dat ik hier gewoon een beetje goed speel, maar niet echt gewoon. Waar we gewoon dik gaan levelen en neem echt gewoon een beetje kills en zo, je kent het wel. Wauw, oh nice. Woei joh, ik ben op een killstreak, bitches. 3 killstreak of zo. Wauw. Zijn niet eens reload, gast. Ik ga even rennen hoor, ik ben even weg hier. Verdorie! Jezus! Viper ofzo, wat een naam ook. Oh wow. Zoveel kills. Nee goed, ik ga nou gewoon even met dit wapen. Gewoon even een paar kills, dat is altijd leuk voor. Ja, voor levelen natuurlijk. Maar oh mijn god, in mijn rug ofzo. Nou, ik heb. Spawnt er! Jongen, dit slaat nergens op. Ik moet die kerel toch kunnen zien op de radar waar ik op moet schieten. Of niet soms. Ik wou net zeggen, wat de fuck is dit verschil, Amy? Nee! Oké, wat is dat nou weer dan? Zit hij weer met zo'n. What the fuck is dat voor ding? Kijk, dit zijn echt van die lekkere spawns. Dit echt gewoon lekker. Lekker. Jongen. Oké, okay, rustig. We gaan gewoon even rustig doen. En we gaan nog gewoon even lekker spelen. Oké, okay, ja. Moeilijk gedoe de hele dag. Helemaal gezin. Hey, dat is. Au. Of dit had eigenlijk wel au. Ja, hier. Emu. Kamperende motherfucker. Oké, geef dat even. Wat is dat? Sniper. Oh, promotion. Rank 10. Yes. Au. Ja, wat is dit? Nou ja, oké. Wapen dus niet meer gebruiken. Begrippen. Met een handgun nog wel, hè. Skills. Goed. Wel, wijsles geleerd. Dus niet het wapen gebruiken. Oké. Okay. Dan zien we wel een gastje te capen of zo. What the fuck? Ja, maar ik zie ze ook niet. Dat is leuk, hè. Dat is ook echt gewoon het. Hey. Oké, ik heb een kill. Wat heb ik opgepakt? Wat heb ik in godsnaam opgepakt?
Ja hoor. Dan denk ik steeds, hij killt mij. Nee, dude. Dus het is zo'n emu van links of zo. Echt. Dat is ook zo'n naald van Crysis 3. Even kijken, over het algemeen vind ik Crysis 3 wel leuk, maar soms kreeg ik gewoon zo'n kapot shit. Dat het gewoon niet meer leuk is. Ik heb Viper gekillt. Wat? Ik zoomde! Hij zoomde niet in! Oh, wauw. What the fuck, man. Kijk, hij zoomt niet. Hij zoomt niet meer in? What? Hij zoomde niet meer in? Oh, lolcats. Oké. Ja, ik vind het sowieso al überhaupt niet zo'n leuke map. Ik heb hem volgens mij één keer even gespeeld off camera. Niet, toen ging die opname niet door. Maar het is niet, kijk, dit bedoel ik dus. Het is gewoon niet zo'n lekkere map, maar wel, het is echt gewoon klein. En dan heb je gewoon het risico dat gewoon, het gewoon vlak voor je neus spannen. Dat is vervelend. Hé, dood. Denk je dat ik niet weet dat je hierboven zit? Fout gedacht. Oké, waar de fuck ben jij in Jezus naam? Wat? Wauw. Oh daar. Failure. Ja, yeah, oké, nog een kill. Oh, dat is wel een lekker plekje hier zo. Dat is wel lekker. Oh, wat is dit nou in mijn rug natuurlijk? YOLO Polo Swag. Nou goed, oké. Oh mijn god, ik lijk toen nog eens dat tering. Zag je dat? Oké. Ik moet toegeven, ik ga best wel lekker in die deathmatch. Weer een kill erbij. Ja, doen we. Boss. Boes. Je bent de boes. Is het free for all of zo? Volgens mij is het free for all. I don't know. Skyline, wauw. You finish second. Ik ben tweede dus. 14 op 10. Nice, kijk, daar vind ik Team Deathmatch zo leuk. Als het goed is, is mijn wapen nu gepromoveerd. Wauw. Yay. Oh mijn god, ja, ik wil even niet al die kills zien, jongens. Kom op, hup. Even door. Een resume game. Nou, we moeten het wel zien volgens mij, hè? Oh, met shift? Volgens mij met shift. Yeah. Level 10. Oh, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet nog een potje doen, jongens. Ik wil niet nog een potje spelen. Ik don't want that. Ik niet nog het potje gewild spelen. Dus please. Ik wil graag lieven. Nou, dan select ik wel. Nou, dan ga ik wel leave session. Ja. Oké, dan nu gaan we even mijn wapen bekijken. Hij zou level up moeten zijn. Player profile, oké. Doctex. Heb ik nieuwe shizzle. Nou, dat boeit me niet. Skills. Armor modules. Energy transfer. Dat is nice, oké. Even kijken, wat nog meer. Customize. Hoe staat het hiermee? Oh, 4 kills. Maar er zijn 14. Nou, in ieder geval, ik weet dus nou hoe ik het echt moet doen met levelen en alles. Dus jongens,